parat, parat. NPS parat. NPS parat. De NPS telt vandaag 66 jaar. Hoe voelt het aan? Nou, de NPS die heeft 66 jaar een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Ja, en we voelen ons daar goed bij. En soms was het vanuit de regeringspositie, soms vanuit de oppositie. Nu zitten we in de oppositie. Maar wanneer wij goed nagaan wat de prestaties zijn geweest vanaf de oprichting onder voorzitter Van der Soef, de Weg, Pengel, Aaron, etc. Maar ook al die andere voorzitters die er zijn geweest, hoor, want we noemen maar een paar, maar die hele lijst moet een keer gememoreerd worden. En daar heeft de NPS een grote bijdrage geleverd aan Suriname. Het is niet voor niets dat juist de NPS mikpunt is geweest, die waar in de 80er jaren. Maar we hebben ons goed hersteld, die waar. En we zijn teruggekomen en we zullen blijven terugkomen om onze bijdrage te leveren. En meneer Venetiaan die voelt zich trots, want hij heeft hoe dan ook toch langer dan 20 jaar de partij leiding mogen geven. Nou, 20 jaar de leiding, dat is een beetje lang, maar ik ben bijzonder blij en trots dat ik een grote bijdrage heb mogen leveren in die 66 jaar. We hebben in die processen die nodig waren om de herdemocratisering in place te krijgen en om de economie van Suriname te herstellen. Die waar hebben we een grote bijdrage mogen leveren. En ook de gerechtigheid te zoeken. De laatste tijd heeft u mij niet zoveel gehoord, omdat ik de nieuwe leiding de ruimte wil geven om de koers aan te geven. Maar wanneer u kijkt wat er deze dagen gepresenteerd wordt vanuit regeringskringen en regeringsniveau, niet waar, dan is het duidelijk, niet waar, dat wat NPS samen met de NPS-partners, haar partners, niet waar, aan basis gelegd heeft in die afgelopen 10, 15 jaar, dat is waar wij op voortbouwen. Ja, onze inkomsten, dat zijn de goudovereenkomsten die de NPS, niet waar, en partners, Nieuw Front, gesloten hebben. Dat zorgt ervoor dat de inkomsten groeien. Dat zorgt ervoor dat de deviezenreserve groeit. En wat wij hebben gezien, eergisteren, niet waar, is een duidelijke demonstratie van de zwakheid van het regime dat we nu hebben. Ik weet niet of u een exemplaar van de jaarrede van de president heeft ontvangen. Heeft u een exemplaar van de jaarrede van de president gezien? Ik niet. Vorig jaar was het een gedoe met de ontwerpbegroting die we niet konden zien. Ik heb het voor dit jaar ook nog niet gezien. Ik verwacht dat het komt. En wat we wel hebben gehad is de financiële nota. Maar de jaarrede van de president hebben we niet gehad. En ik zal niet op details ingaan. Vanavond krijgen we een toespraak van onze voorzitter. Ik zal vermijden weer hem gras voor de voeten weg te maaien. Of een verkeerde richting aan te geven. Misschien dat hij naar rechts wil. Waar ik naar links praat. Dus we luisteren vanavond. Dankjewel.